vind ik briljant. Nooit geweten dat het bestond. Maar in Zittert is dus gewoon een plantenasiel. Wacht u even, wat steekt door? Even kijken wat doorsteekt. Duurzaam en milieuvriendelijk. Geef je plant een tweede kans. Ik heb dat wel gans gewoon lezen, maar ik vroeg het voor lever aan de... Ja, loopt de reserveer, Sander. Ik wil niks van ze aanbellen. En wat een geweldig hoes. Met een... Ja, een veranda, hè? Een porch. Een slei. Wat leuk. Een enorm peppy gehaald, hé. De familie Douven. Of Douven. Hallo? Enig. Echt zo leuk. Maar... Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Douven of Douven? Douven. Douven. Hoi. Hoi. Het is wel heel erg een verrassing met alles hier tegelijk, hè? Vertel, waar kan ik jullie mee helpen? Nou. Ja, dat klopt. Ik heb een plantasiel. Ik vind het fantastisch. Nou, leuk dat je het fantastisch vindt. Ik vond het ook leuk om te gaan doen. En ik vind het hoes ook fantastisch. Ik vind echt, dit is een verandaatje, een hoog Pippi Langkous gehalte. Ja, dat zeggen veel kinderen die langskomen. Die zeggen dan, waar is het paard? Hoes, weet je? Ja, serieus? Ja. Dat is wel heel grappig. En meneer Nielsen? Ja, dat hebben we niet, nee. De manmachine. Dat in het niet huur. Dat zal ik maar niet zeggen. Wie had geen met de voornaam? Marianne. Mag ik Marianne zeggen? Jazeker. Marianne, ik heb net even... Ik zoog doorstoon iets over het tweede leven van een plant. Yes. Maar ik dacht van, ik kan het veel beter de mensen zelf laten vertellen. Mm-hmm. Wat helpt dat in, een plantenasiel? Ja, wat hult dat in? Ik word op een gegeven moment een keertje in Middelburg een tietje truc. Ja. En dan houden ze in het centrum een plantasiel. En ik word eigenlijk heel erg verbaasd. Die denken, huh, plantasiel? Ja. Maar ja, dan denk ze tweedehands kleren, tweedehands boeken, tweedehands meubels. Maar waarom geen tweedehands planten? Ja. Ja, en toen dacht ik van ja. Ja, ik word eigenlijk heel verbaasd. Dat ook we nog nemen soort op het idee is gekomen om dat op die manier te doen. Maar waarom besloot ze vervolgens om dat zelf ook te doen? Ja, omdat ik dat gewoon zo'n goed idee vind. Ja. Ook voor duurzaamheid en voor milieu. En eigenlijk gewoon ook een stukje bewustzijn voor de mensen. Van ja, god, wat duist ze met planten eigenlijk? Kiep ze die in de GFT-bak als ze niet meer wilt? Ja. Of geef ze er gewoon misschien op een andere manier mee om? En daardoor is eigenlijk het plantasiel voor mij ontstaan. En wie lang duist ze dat nou al? Van begin oktober. Oké. En loopt het storm? Het is wel redelijk veel belangstelling. Ja, serieus? Ja, zeker. En... Ik ben ook iedere keer weer verbaasd, want ik ben open iedere zaterdag van 10 tot 1. Ja. En ik heb ook een site op Facebook, ook iedere dag gepost. En er komen dus de donatieplanten op, die genoneerd zijn en die ook weer geadopteerd kunnen worden. Dus ja, en uit verzorgingshuizen gewoon mensen en dan blijven planten over in het huis. En die werden, dat kan ik dan ook oprollen of die werden gebracht. Ik vind het zo leuk. Ja. Willen jullie eens binnen kijken? Ja, maar dat is natuurlijk nu net netjes opgeruimd. Nou ja, Sander, wil ik toch dan even langs filmen? De dingen die niet gans goed omgeven. Hier komen jullie niet kijken. Kom, ja, dan maak ik de deur dicht. Oh, hier is lekker weer. Want er is nog een nieuw initiatief ontstaan. Want ik ben net met plantasiel, ben ik ook een plantencafé begonnen. Dus mensen die dus komen, dus je teen en eind, die kunnen dan ook in het café zitten en met elkaar over planten praten. En ik wil ook activiteiten gaan doen van tafellezing of bijvoorbeeld in de planten hangen, macrameën of zoiets. Dus vooral mensen betrekken met planten en natuur en zo. En milieu. Dan heb ik hier ligt nog alles wel. Oh, wat leuk. Deze planten hier zelf. Dat zijn de planten die hier allemaal binnenkomen. Boven zijn ook nog planten, die zijn wat groter. En afgelopen zaterdag zijn veel grote planten binnengekomen, dus ze zijn gewoon nieuwe
bakzeuken, kregen ze met planten nieuwe aarde. En mensen kunnen dus via de site reserveren of ze komen hier naartoe op zaterdag. Dus ze moesten een inlevermomentje moesten reserveren? Alles is op zaterdag, van 10 tot 1. Okay. Dus het inleveren, maar ook het... Het adopteren. Adopteren of... Gaat dat dan zoeken in feite van wie het komt die het eerst maalt? Als ze op Facebook een bepaalde plant zoekt en zegt van, oh, maar dit wil ik hebben. Dan kan ze die al reserveren, min of meer. En ik doe nog heel bewust voor goede doelen. Dus ik heb het idee gehad om naar twee tuincentra te gaan. En door te vragen of ze planten hebben die niet meer werden verkocht. En dat is dus gebeurd. Met name één is nu nog heel trouw. En dan komen dus op dinsdag komen planten binnen en dan sorteer ik dat. En dan gaat dat op woensdag naar de Engelen van Sittard. Wat is dat? Dat is een hulporganisatie, dus die gerelateerd is aan de voedselbank. Ja. En daardoor hebben die ook de mogelijkheid om zo'n leuk plantje of zoiets in huis te hebben. Dus dat gaat er dan op de woensdag naartoe. Dus als mensen door bijvoorbeeld een voedselpakket komen halen, dan krijgen ze een plantje mee? Ja, het is niet mee. De voedselbank, maar het zijn wel mensen die dus minder te besteden hebben. En die mogen daar dus gratis spullen uitzoeken. En dan komen dan ook de planten mee. Want planten zien duur, niet goedkoop. Dus mensen die een smalle portemonnee hebben, die zullen als laatste planten aan gaan schaffen. Precies. Terwijl ze misschien wel heel erg leuk vinden. Ja, maar kijk, dan komen bijvoorbeeld over een week ging zo'n tree met allemaal... heet het... Die gele. Ja goed, in ieder geval, bijvoorbeeld hyacinthe of wat dan ook, die zijn dan helemaal bijna uitgebluid. Maar dan kunnen ze niet meer verkocht worden als ze helemaal open zijn. Ja. En dan doen ze ze weg. Ja. Maar de andere kent dat best nog een paar weken met zo'n hyacinthe of met zo'n iets. Kent er nog plezier van hebben. Dus dat is eigenlijk de opzet. Is dit een beetje, zit je dan die werk te doen met het overpotten eventueel? Of ja, dat doe ik ook wel boete, omdat er natuurlijk dan minder troep is. Maar dit is wel een leuk plekje, Marianne. Ja. Als het leeg binnenkomt. Dan kun je helemaal tegen de beek aan. Dan kun je dus in de zomer kan ze lekker openzetten. Nee, maar die twee die grote jongens, zien dat ja, echt? Dat is heel leuk. Deze is binnengekomen van een bestel, twee kleine poesjes en die klommen erin. En het is ook lichtgiftig. En deze is ook een heel leuk vrouw. Die is zaterdag binnengekomen. Die noem ik mevrouw Loumen. Want degene die die bracht, die heeft een hoes van mevrouw Loumen gekocht. En de plant bleef ook stroom. En op een gegeven moment hebben ze dus, die heeft ze niet metgenomen. En toen hebben ze weggedaan en hebben ze hier naartoe gebracht. Omdat ze zelf niet meer wilde. En nu is mevrouw Loumen, maar die is al gereserveerd. Dat kan ik me voorstellen, want dat is kei ruig. Die ook trouwens. Ja, maar die heb ik zelf laten staan omdat dat voor die buizen fijn steekt. Voor die camouflage. Dat komt wel eens voor. Kijk, en dat doe ik. Zie ze ook daar. Dan komt die binnen en dan zit die in zo'n putje. Ja, en dan koop ik daar een nieuwe pot voor. En dan doe ik daar dus gewoon nieuwe aarde in en zo. En dat laat ik mensen betalen, wel nieuwe potten. In principe zijn er planten voor tegen vrijwillige bijdragen. Maar zijn planten dus zo groot of kostbaar of een grote groep, dan gaan we een overleg. Dan gaan we een beetje kieken. En het geld ga je dus of naar onkosten die je hebt, PR, reizen, wat ik. Of het ga je op dit moment naar de stichting De Jarige Job in Maastricht. Dat is een stichting die ook dus mensen die dus ook minder te besteden hebben en kan je daardoor moeilijker een feestje kunnen houden of zo. Oh. Krijg je die een soort verjaardagspakket een paar weken van tevoren. Met tractatie en een cadeau en voor uit te delen. Dus voor mij is het heel erg gebaseerd op milieu, duurzaamheid en goede doelen. Ja. Dat is eigenlijk bij mij het thema. Wat is dit, Marianne? Wat is dit? Ja, dit is een ververser van de lucht. Voor het klimaat hier in de ruimte. Ja. Dat is, ik kan ze zo aanzetten en dan komt er ook een licht in en een geurtje. Want vooral in de winter is het erg droog. Kijk hier, met mijn courgette. Vooral in de winter is het erg droog. En dan met die verwarming dan en dan geeft dat een beetje frissigheid, hè? Maakt hij nou ook dat geluid? Ja, dan kent ze ook de MP2-speler op aansluiten. En dan kreeg ze ook de muziek erbij. En dit zijn allemaal kleine stakjes die ik maak. Als ik gestakt heb... Dit is een beetje de couveuse. Ja, precies. Als ik gestakt heb, gewoon ze even onder de lamp. Zodat ze wat sterker
Ja, je gaat meer power krijgen en dit zijn ook gewoon allemaal andere stekjes. Oké, okay, ik ben van Marianne. Ja, dus sommige binnen gaan gehecht. Die doen ik niet weg. Oh, dus en dan duwt ze zo'n kerkje erin en dan weet de lui direct van, ik ben niet, I'm not for sale. Ja, of het is gereserveerd, dus zonder andere namen op. En ja, goed, dat is een beetje het concept van alles. Ja. En er is veel belangstelling ook voor de site. Omdat ze, het merken ze ook met in zo'n tuincentrum, dan ben ze de hele dag bezig met die planten. En dan zijn ze op een gegeven moment niet meer verkoopbaar. Ja, dan gaan ze de container in. Dat voelt natuurlijk ook niet echt lekker. Nee. Dat voor mensen, wat heel leuk is, de verhalen ook van de mensen die oude planten komen brengen. Dus ook weer zo'n plant die ik omgedoen heb. Waar een mevrouw die wordt kleiner wonen. En die kost het gewoon niet meer hebben. Daar is die ook nog van, die grote dorp. Okay. Dit is leuk, hè? Dit is een avocado. Ja, daar moet ik naar vroegen. Zocht ik kieken. Ja. Het is gewoon uit de avocado van de vrucht. En dan vormt hij zich een wortel. En dit soort bewustzijn is natuurlijk ook heel fijn. Want ik zeg altijd, ik hoop mensen te raken met mijn liefde voor planten. En als ze ergens van hulst, dan wil ze er ook voor zorgen. Dan ga je het niet weggooien. Hè? Dus dat is wel heel erg grappig, hè? Hé, hey, maar wat is het dan het verhaal van de avocado? Is er eens tegen gekokkereld, heet één avocado over had en de heer is komen brengen? Ja, maar ik heb hem wel gekregen. Serieus? Ja, ze komen ook stekjes brengen. Ja. Net was het succes. Allemaal leuke verhalen. Ja, en echt verhalen. We haalden enorm van verhalen. Ja, nee, maar dit verzint ze toch niet? Ja, niet. Oh, ja, het café. Het café. Ja, dus het klinkt wel wat voor café. Het is gewoon een ruimte waar we zo samen kunnen... Kids komen. Die heb ik niet gemaakt. Maar het is nog best vriendelijk. Dus ik merkte dat mensen komen vaak van Brunsum, van Gangelt, van weet ik hoe vandaan, Heerlen. En als je thuis is een beetje in dat café of in het plantasiel te kijken, toen dacht ik, wat is waar, ik heb toch de ruimte. Ik ga niet gewoon een gezellige ruimte maken. Voor mensen om te praten over plantjes en activiteiten te doen.